Wat weet je van het 8 december strafproces? Niks. Ik was nog klein. Misschien was ik zelf niet geboren. Maar heeft u niet gehoord van de mensen om u heen waar het om gaat? Ja, ik heb gehoord, maar ik was niet daar. Ik heb niet gezien. Dus ik kan niet zeggen of Bout dat heeft gedaan of niet. Okay, en wat vindt u ervan? Afgelopen vrijdag heeft de krijgsraad hem veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Wat vindt u ervan dat een zittende president veroordeeld is geworden? Moeilijk is. Ik weet het niet hoor. Maar ik vind van al die jaren dan nu pas ga je die man beoordelen. Ik vind het gewoon lastig. U vindt het lastig, waarom zegt u dat? Al die jaren. Kijk, vanaf die ik ben geboren hoor ik over een 8 december moeder. 39 jaar. En dan nu gaan jullie die man beoordelen. Nu dat hij veroordeeld is geworden, moet hij aftreden als president. Ben je daar eens of oneens mee? Oneens. En waarom zegt u dat? Waarom moet hij gaan aftreden? Hij hoeft niet af te treden. En waarom niet? Waarom niet? Hij is nog steeds pres. En ik ben NDP'er, dus ik ben daar tegen. Pardon. Als ik zeg 8 december, waaraan denkt u? Ook aan die mensen die overleden zijn, die vermoord zijn. En ik vind tenminste, elk jaar beginnen ze eraan. Ik vind tenminste, laat God het oordelen. Want hebben ze goede bewijzen? Huh? Hebben ze echte bewijzen? Laat de Heer beslissen. Laat die man gewoon gaan, vind ik. Dat is mijn mening. Ja. Heeft u gehoord afgelopen vrijdag dat de president veroordeeld is geworden? Ik heb gehoord, ik heb het op de tv gezien. En wat vindt u ervan dat een zittende president veroordeeld is geworden? Ik vind het niet goed. Waarom niet? Kijk, als hij het niet goed meende, zou hij niet zoveel voor de regering doen, voor de mensen doen. Ik althans hoor, dat is mijn mening. Ik vind het dom gewoon. We hebben een stelling. En onze stelling is, nu dat de president veroordeeld is geworden, moet hij aftreden. Bent u eens of oneens daarmee? Ik ben oneens daarmee. Wat waarom? Is de president? Reden waarom? Hij is een weegschaal en ik ben ook een weegschaal. We weten hoe ver we gaan. Wat weet je over het 8 december strafproces? Wat ik ervan weet, wat ik heb gehoord, moet ik zeggen. Dat Bouters, eigenlijk Bouters had een paar militairen gestuurd om een paar mannen te vermoorden. Ja, dat weet ik. En weet jij nu dat Bouters veroordeeld is geworden afgelopen vrijdag? Nee, dat weet ik niet precies. Maar ik heb wel gehoord dat de buitenlanders hem wilden opsluiten. Ja. Oké, maar de krijgsraad, dat is de rechter in Suriname, die heeft een straf opgelegd. Ze hebben gezegd, hij moet 20 jaar de bak in. Wat vind je ervan dat de krijgsraad die straf heeft opgelegd? Wel, ik vind van, het is al achter de rug, ja. Dus we moeten dingen doen in het land, wat eigenlijk een voordeel moet zijn voor het land. Dus ik vind van, het is al achter de rug, we moeten vooruit kijken. Ja, dat vind ik. Al gaan ze hem opsluiten. De mensen gaan niet meer in leven zijn en zo. Dus voor mij vind ik het gewoon, het is al achter de rug. Dus we moeten gewoon vooruit streven en kijken. Gewoon vooruit gaan, dat vind ik. Okay, maar moeten mensen niet gestraft worden als ze iets verkeerd doen? Dat wel. Maar ja, mensen moeten wel besluiten wanneer ze iets fout doen. Maar in zulke zaken vind ik van, hij is al president. Hij verdient het, die eer. Is al achter de rug. Dus laten we dingen doen die eigenlijk goed is voor het land. Dus als je Bouters nu gaat opsluiten, wat voor nut heeft het voor het land dan? Ja, dat is dat. Ten eerste vind ik niet dat het passend is dat de persoon die de grootste verantwoordelijkheid draagt voor het land veroordeeld is geworden en nog steeds de president is. Als hij guilty is, om het zo te zeggen, dan denk ik wel dat het de juiste zou zijn dat hij moet aftreden. Ja, want je kan geen... Ja, ze hebben gezegd, hij heeft moorden gepleegd en zo, dus je kan eigenlijk geen moordenaar daar hebben als president. Je hebt mensen die misschien maar één persoon hebben vermoord en ze krijgen levenslang. Dus boy, als hij het werkelijk heeft gedaan, dat is 20 jaar eigenlijk weinig. Het is erg wel, ja, dat de president 20 jaar zijn straf heeft gekregen. Okay. En dan hebben we een stelling en die stelling luidt als volgt. En dat is, nu dat de president veroordeeld is geworden, moet hij aftreden. Ben je daar eens of oneens mee? Ik ben eens. Ik ben eens daarmee, want een president die in gevangenis moet of celstraf heeft gekregen, kan niet president zijn van het land. Want hij moet het voordeel zijn of een
voorbeeld zijn voor het land. En dit is heel... Dit is geen goed voorbeeld. Hij... 16 mensen zijn doodgegaan, dus ik vind, nee, hij moet zakken, aftreden. Als president zou je het goede voorbeeld moeten zijn voor het land. En zo een schoon achtergrond en niet zo'n zaak achter de rug hebben. Oké, okay. En dan hebben we een stelling. En die stelling is, nu dat Boutersen veroordeeld is, moet hij aftreden als president. Ben je daar eens of oneens mee? Ik zou zeggen de volk bepaalt, want het is een democratisch land. We zullen dat zien 2020, volgend jaar mee. Oké, okay, maar wat zeg je als burger? Ben jij daar eens mee of oneens mee? Dat hij voor... Dat hij moet aftreden als president. Ja, toch wel. Eens? Ja, wel eens.